Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een heel mooi frame. Er is al een kleinere versie van online gekomen. Die was razendsnel uitverkocht. En vandaag heb ik een langwerpige en wat grotere versie ervan. Dus ook superleuk om te combineren als je de kleinere al hebt. Dan kan je die bijvoorbeeld ergens in een hoek op een tafeltje zetten. En deze op de grote tafel of een mooi dressoir. Misschien heb je zelf wel een leuk idee. Goed, heb je meegedaan aan de vorige winactie door een reactie hieronder achter te laten en een duimpje omhoog te doen? Dan komt misschien jouw naam wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen, want je hebt een cadeaubon ter waarde van 15 euro gewonnen. En ik dacht, het is misschien wel leuk om een keer een ander soort prijsvraag te doen. Dus in plaats van een reactie hieronder achter te laten... om een prijsvraag te doen. En deze vraag is, vanaf wanneer zit ik in de bloemen? Ik ben begonnen met de bloemschikopleiding. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk begonnen met het bloemschikken. En ik ben benieuwd of jullie weten hoe lang dit al geleden is. Dus hoeveel jaar zit ik al in dit mooie bloemenvak. Laat het hieronder weten. Je mag ook gokken als je het niet weet. Wie weet heb je het al wel goed. En dan doe nog wel even een duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met dit frame. Ik heb er al wat waterschaaltjes opgelegd. En we gaan hem niet in de standaard herfstkleuren opmaken, maar we gaan er wel echt een herfststuk van maken. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je kan zien heb ik hier waterschaaltjes op bevestigd. Ik heb ze nu los op zitten, maar je kan ze eventueel wat vastmaken met kling of een bordje lijm. Ik doe dat nu niet, omdat ik later het frame ook los weer wil gebruiken. Maar dat kan je dus zelf bepalen of je dat wil. Op zich, ze vallen er wel in. Dus maar als je echt wil gaan verschuiven of elke keer wil neerzetten, dan moet je wel wat voorzichtiger zijn. Maar zoals je ziet blijven ze eigenlijk al wel goed liggen. Helemaal als je er wat gewicht op doet door middel van de taartjes. Die vul ik en de zijkant werk ik even weg. En dit keer doe ik dat met wat ijzer of met wat grijs houtmos. En dit zet ik vast met een krammetje. Zoals je kan zien hebben we dan een hele mooie basis. Heel leuk. Even net wat anders dan anders zo met het houtmos. Het kan nodig zijn dat je even af en toe ergens een extra krammetje inzet. Dan leggen we in de plekken ertussen kalebasjes. Ik heb verschillende vormen. Het is net een beetje waar die mooi uitkomt. Maar je laat het steunen op het frame. Nou, dan gaan we beginnen met het steekschuim. We brengen... verschillende bloemetjes in hoogte en laag in het oase aan. Net hoe het allemaal mooi uitkomt. Het is natuurlijk een heel mooi frame met deze houders. En je kan er straks kaas in doen. Maar je kan ook net als het vorige frame er leuke vruchtjes op doen. En dan zweeft het als het ware. Dat ga ik straks laten zien. Thank you.
En dan heb ik ook nog wat appeltjes. Steek ik onderin een stokje in. En mocht je nu nog wat gaatjes over hebben, kan je dat opvullen met een beetje Thilantia. Past natuurlijk ook mooi bij het kleurtje wat we als basis hebben gebruikt. Dan doe je het hele kleine toefjes eventjes met een krammetje vast te zetten. En op deze manier hou je hem heel mooi rustig van kleur, heel neutraal. Hou je nou meer van kleur, kan je dat natuurlijk aangeven. Eventueel nog weer hetzelfde toevoegen als bij het vorige kleine bloemstuk. Je kan kiezen voor vruchtjes of je kan kiezen voor kaarsjes of een combinatie, want dit is natuurlijk best wel een groot vreer. Ik kies nu voor grijzige kaarsen. Die passen mooi qua kleur erbij. Ook heel erg leuk bijvoorbeeld om dit bloemstuk opnieuw op te maken met advent. En dan met kerstballetjes ertussen, dat is ook leuk. Ja, zo kan je zelf het naar wens decoreren. En dan hebben we echt een heel tof bloemstuk. Het frame is natuurlijk echt super tof. En je kan het natuurlijk na elk seizoen weer aanpassen. Super leuk om ook een paar lampjes tussen te doen. Je kan natuurlijk het ook straks aanpassen aan de kerst door de kerstballetjes op te leggen. En door de legschaaltjes kan je het frame gewoon elke keer weer gebruiken. Dus dat is natuurlijk super tof. Ja, en gewoon een toppetje op deze manier. Hij is nu heel neutraal van kleur, omdat ik ook aan jullie wou laten zien dat je echt een herfststuk kan maken met neutrale kleuren. In plaats van het standaard oranje, rood en die warme tinten. Maar je kan hem natuurlijk in elke gewenste kleur wat jij wil bestellen. Dus wil je hem toch liever in de warmere kleuren, kan je dat ook aangeven. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. Je kan dus meedoen met de prijsvraag als je dat wil. Door antwoord te geven op hoe lang jij denkt dat ik al in het bloemenvak zit. Dan doe je mee. Goed, wil je jullie bedanken voor het kijken en dan zien we de volgende keer weer.